In verband met 46 jaar staatkundige onafhankelijkheid treffen verschillende districten voorbereidingen voor de viering van dit heugelijk feit op 25 november aanstaande. Zo vinden in Paramaribo de traditionele parade en het défilé plaats. In gesprek met de communicatiedienst Suriname belicht districtscommissaris Ricardo Bolla van Paramaribo Noordoost de voorbereidingen die door zijn commissariaat worden getroffen. We weten allen dat op 25 november... en het jaar was 1975, Suriname staatkundig onafhankelijk is geworden. We zijn 46 jaar verder en hoe mooi zou het zijn geweest dat wij allen dit geweldig moment natuurlijk precies zo zouden vieren als op die bewuste dag van 24 op 25 november, waarbij wij ook onze eerste president hadden. Dat is de heer Ferrier. En het was een euforisch moment. Hè? Je kreeg de wisseling van de vlag. De Nederlandse vlag ging omlaag. En we kennen de beelden waarbij de Surinaamse vlag dan voor het eerst de lucht in ging. En de natie Suriname was geboren. En wij kregen soevereiniteit. En vooral dat moment van euforie dat bij ieder naar boven kwam. Want we wilden op eigen benen staan. En dat is een lekker gevoel. Dat heb ik trouwens nog steeds. Maar wij weten ook dat wij de afgelopen 2 jaren gebukt gaan onder de misère en de ellende van COVID-19-virus. En dat overschaduwt eigenlijk die feestvreugde die we zo graag willen. Want COVID, ja, we kennen de getallen al, meer dan zoveel mensen zijn ons voorgegaan. Dat getal is al ver boven de 1000. Heel vervelend voor de nabestaanden ook natuurlijk, om dit te moeten verwerken. Maar het is ook een groot verlies voor ons land. Dat we jonge mensen vooral ook in de kracht en de bloei van hun leven hebben moeten missen. Dus die COVID-situatie maakt eigenlijk dat we alles vanuit een ander bril moeten gaan bekijken. Dat betekent uit de bril van veiligheid. Gezondheidszorg. We kennen de druk die op de gezondheidszorg wordt uitgeoefend. Het is verschrikkelijk dat de mensen daar keihard 2 jaar lang al vechten met mensen die besmet raken. Dus die feestvreugde die ik ook voorsta, gaan we moeten temperen. Dat betekent, zoals de COVID-regels ook voorschrijven, dat wij crowdforming, zoals we dat noemen op het Engels, maar wat we bedoelen is grote menigte. En kijk, bij een feest, u kent het zelf, dan sta je niet heel ver van elkaar te praten, toch? Die 1,5 meter, de Mohana-regels, die we nog steeds in acht moeten nemen, omdat dat de enige protection is om jezelf, maar ook je omgeving te beschermen. Dat gaan we onverkort voorzetten, dit beleid, dat ons voorgeschreven is geworden door het ministerie van Volksgezondheid. En ik als DC moet dat handhaven. Dus het is niet gemakkelijk om nu dan te besluiten wat gaan we doen. Traditiegetrouw weten we dat de mensen massaal de stad intrekken, gezellig bij elkaar zijn, er wordt gegeten, gedronken, er is muziek, levendigheid, het bruist, het is gezellig. Heel graag zou ik het ook zo willen hebben. Maar we hebben beperkingen. En we gaan met die beperkingen even nog moeten doorleven. En die beperkingen zijn natuurlijk de COVID-maatregelen. Dat betekent dat we massa's niet op de been gaan kunnen brengen. Er gaan wegafsluitingen komen. We hebben gesproken met de verschillende andere autoriteiten die met veiligheidsvraagstuk te maken hebben. De politie, DNV en alle andere organen van de staat. En we hebben besloten dat we 2 afsluitingen zullen hebben. 1 kleine afsluiting, waarbij we al heel vroeg in de ochtend 00 uur beginnen om delen van de openbare weg af te sluiten. En dat is bedoeld om de manschappen van het Nationaal Leger, de politie, penitentiaire ambtenaren, douane en alle andere actoren die hieraan mee zullen doen aan ons défilé dat gaat plaatsvinden. Dat het goed voorbereid wordt, de mensen moeten goed kunnen gefaciliteerd kunnen worden, dat ze hun plek hebben in het geheel. En dat gaat gebeuren bij het kerkplein. Nadat daar de wegen daar naartoe zijn afgesloten. Welke wegen?
dan de toegangswegen naar Kerkplein toe, dan praat je over, denk ik, de Henk Aronstraat, de Wagenwegstraat, we denken aan de Keizerstraat. Dus alle wegen die naar het Kerkplein toe zullen leiden, die gaan we af moeten sluiten voor een stukje logistiek. En wij houden allemaal van Paramaribo. Niet ik alleen, maar u ook. En ook tot ver in het buitenland. We houden allemaal van Paramaribo. We houden allemaal van Suriname. En derhalve feliciteer ik u en de totale natie met deze bijzondere dag die we nooit, nooit zullen moeten vergeten. Het is pas 46 jaar dat we onafhankelijk zijn geworden, dat we geboren zijn geworden, van baby tot peuter, kleuter nu. En we zijn op weg naar een stukje volwassenheid. En dat neemt tijd en het vergt geduld. Het vraagt offers van u. En wij vragen aan u, volk van Suriname, zet uw schouders onder het vele werk, maar ook vele zware werk. Laten we de verschillen die we onderling hebben terzijde leggen. Het is ons grondgebied. Het is ons land, het is onze vlag, het is ons volkslied. We spreken de taal, we verstaan elkaar, we leven vreedzaam naast elkaar. En laten we dit soort overervingen niet verloren laten gaan. Laten we onszelf niet verdelen. Laten we geen ruzie maken met elkaar. We zijn maar voor een korte tijd hier in Suriname bij elkaar. Het is een gunst van God dat u hier geboren bent in het prachtige land, hè. U weet zelf hoeveel mensen graag hier zouden willen worden geboren om te wonen en te werken. Koester het, hou het vast, bescherm het en laten we gaan naar een prachtige dag, 46 jaar staatskundig onafhankelijkheidsrevidentie en nog vele jaren na deze. Ik feliciteer Suriname met deze dag.